Hoi allemaal. Ah, die zon. Elk filmpje valt de zon mij lastig. Maar dat mag de pretty terugkomen. Wederom geen tutorial, maar een what's in my toilettas. wat neem ik mee op wintersport in mijn toilettas? Ik heb al een make-up tasje laten zien, denk ik. Of die komt nog online. En vandaag wil ik laten zien wat ik meeneem in mijn toilettas. Zoals je ziet is die vol. Hoewel ik zo erg probeer om zo min mogelijk mee te nemen, blijft het op een dingetje. Maar laten we maar snel beginnen. Als eerste. De Ritual Skincare Essentials for Her. En dit zijn een eye makeup remover, een face foaming cleanser en een intensive moisturizing day care treatment. Dus eigenlijk een oogmake-up remover, een sopje en een dagcreme. En dat vind ik heel handig om dat allemaal uit één lijn mee te nemen. En die heb ik al een tijdje staan. Heb ik bij mijn kerstpakket uitgekozen. Kijk nou toch hoe leuk. Dus ik vond het wel heel erg prettig om zo'n heel lijntje mee te nemen. En dit lijkt me ruim voldoende voor een week. Mijn Clarisonic. Hij zit hier nog niet in. Maar hij ligt nog even te drogen en dan gaat hij erin. Dan de L'Oreal Sublime Soft Micellair Water. Het is trouwens een willekeurige volgorde. Ik pak er wat uit. Want ik vind het altijd, als ik mijn gezicht met de Clarisonic ga reinigen en ik heb make-up gedragen, dan vind ik altijd wel fijn. En zeker nu ook met die dikke zonnebranden zo, om eerst even een laag eraf te halen en pas daarna de Clarisonic te gaan gebruiken. En hier zit nog een restje in, dus die kan mooi mee. Dan de John Frieda Luxurious Volume Blow Dry Lotion. En dit is een root booster. Dus dit zorgt voor volume bij je haarwortel. En vind ik een heel fijn product. En die gaat dus mee. Dit is nog een restje. Ik heb nu de Fine to Full Blowout Spray staan. Een beetje hetzelfde idee. Maar deze gaat dus mee, want die andere is vrij vol. De John Frieda Full Repair Full Body Conditioner. En even kijken of ik ze mag nog gaan vinden. Ik kreeg deze proefjes mee bij de Kruidvat. Dit zijn de Schwarzkopf Essence Ultime Omega Repair Shampoo. Dit is voor beschadigd haar. Nou, dat heb ik. En ze pakte maar een paar. Dus toen heb ik er drie gepakt. Omdat ik denk ongeveer drie keer mijn haar gewassen in de vakantie. Ik denk dus dat ik zelfs nog wel met 1 of 2 verpakkingen. Maar goed, Claudia Schiffer vindt het helemaal de bom. Staat hier achterop. De bom, wow, dat is oud. Maakt het niet uit. In ieder geval, ik ben heel benieuwd hoe dit werkt. Maar ik vind het wel prettig om ook een conditioner bij me te hebben. Anders krijg ik dit echt nooit aan mijn haar. Dus conditioner. En mocht ik een verwenmomentje willen beleven, dan heb ik ook nog het Macadamia Deep Repair Mask mee. Deze heb ik al een hele tijd liggen. En ik wil hem super graag gebruiken. Maar er zit volgens mij best wel veel in. Dus ik vind het dan zonde om hem één keer te gebruiken en dan de rest weg te moeten gooien. Dus ik weet niet of ik hem ga gebruiken of dat ik hem toch een keer hier thuis ga gebruiken. Dus, maar hij gaat in ieder geval mee. Dan gewoon een full size Dove Creme Mousse. Deze is van de Action uit mijn hoofd. En deze ruikt vrij neutraal. Dus dan denk ik, dan kan ze hem ook gebruiken. We hebben geen 2 douchegels nodig. Wat is droog shampoo in Tropical. Nou, dit is zo'n geur. Die ik zo lekker vind ruiken. Dit is Coconut and Exotic. En dat, zo ruikt het ook. Het ruikt echt naar een tropische bestemming. Dat neem ik dan nooit mee op zomervakantie. Want ik kan bang worden dat er best van mijn haar afkomen. Sorry. Maar goed, die zijn niet op de berg. Dus dan neem ik ze lekker mee. Dan mijn Tangle Teaser. Dit is een morsel. Die vind ik echt super fijn. Dus die gaat mee. En die is ook nog zo licht. Een reisverpakking wattenschijfjes. Dit zijn er 35, dus dat moet wel voldoende zijn voor een week, denk ik zo. Dit is nog een klein laagje tonic. Die doe ik altijd 's avonds in ieder geval. En soms 's ochtends ook na het reinigen van mijn gezicht. Ook een mini. En dit is de John Frieda Anti-Frizz Haar Serum. Even kijken. Kijk, nou toch hoe schattig. Oh, hij zit niet eens heel erg vol. Maar goed, prima. Dit is ruim voldoende voor 1 vakantie, zeker.
Dus dat neem ik lekker mee. Dan hoef ik ook geen volle fles van mee te nemen. Ik probeer altijd zoveel mogelijk testjes mee te nemen. Of in ieder geval kleine verpakkingen. Zo ook de Taft volume mousse. Dit is baby body lotion. Dit gebruik ik altijd na het scheren. Dit is blijft iets bizars. Dit is Undone by the Insiders. Dat is van Bee Academy. En dit is een teasing styling dust. En het is een soort volumepoeder, maar de structuur is veel prettiger. Ik vind vaak bij volumepoeder, ik hou van het effect en ik gebruik het dus ook best vaak. De zon wordt nu wel heel erg intens. Ik weet niet of dit beter is. Ik vraag me af. Goed, we gaan gewoon door, want het is tenslotte, het gaat om wat ik meeneem en niet wat ik op mijn hoofd smeer. Ik hoop dat jullie ook zo overdenken trouwens. In ieder geval, dit is Sex Up Boring Hair with Instant Volume Boost. This little wonder lifts and thickens at the roots, adding texture and grip with matte finish. En dat doet het dus, maar het is gewoon iets prettiger, het is flinterdun. Het weegt dus, je hebt het gevoel dat het een leeg flesje is. Als ik niet beter zou weten, dan zou ik dat ook denken. Ik weet niet of je dat kan zien, nee, ik kan het ook niet zien. Maar het is echt flinterdun poeder en het zorgt dus echt voor wat extra volume, wat je er ook vrij makkelijk weer terug kan kneden. Alleen, het is dus net een iets minder ranzig gevoel, zeg maar, dan bij een net iets minder vies gevoel dan bij een volumepoeder. Dus die gaat mee. Deo, de Lady Speed Stick. Deze, ik dacht, ja, dit is wel lekker voor. Ik heb hem op zich niet nodig, normaal gesproken, maar goed, bij sporten zweet je natuurlijk meer. Dus een scheermesje. En de andere ligt nog in de badkamer. En een body lotion, dit is ook, deze komt volgens mij een keer uit een glossy box, maar die ruikt naar kokosnoot en vanille. Super lekker. En dit is van Body Herbal Spa, ik ken het niet. Body, maar dan anders gegeven. Ook een kleine verpakking met een heel shaik dopje. Maar goed, dat kan allemaal wel. Ik twijfel wel een beetje of ik dan weer mee terug zal nemen voor mijn opmaakvideo. Dat hangt misschien een beetje af van de zwaarte van mijn koffer, weet ik nog niet. Make-up. Parfum. Deze is van Kruidvat. En dat kan je dus aan de achterkant. Misschien nu niet doen, het is vol. Aan de achterkant spuit je parfum erin. En ik heb hier mijn favoriete luchtje Ralph Romance in zitten. Een handzeepje. Dit is. Van Why the Best Hotels. Ik weet niet eens maar uit welk hotel dit is. Maar dit is gewoon een handzeepje. Vind ik altijd wel lekker. Het is een appartementje. Dus dan ligt dat er vaak niet. En ik vind het altijd wel prettig om mijn handen vaak te kunnen wassen. Een vuil. De tandpasta. Ik heb er twee. Want deze is bijna op. Deze vind ik trouwens heel erg fijn. En dan deze. Dit zal wel niet zo lekker smaken. Maar het is een proefje. En ik vind het een beetje zonde met twee. Oh, mijn tandenborstel trouwens. Die zit bij Sven erin. Want het is soms elektrische tandenborstel. En hij heeft daar wel ruimte voor in zijn tas. Zoals je zag, is het gemaakt vrij overvol. Dan dit. Het zat al een tijdje in mijn toilettas. Dit zijn. Het is Luvas Amfrasco. Hier kwam mijn moeder een keer mee aanzetten. En dit is een soort gel voor op je handen. Waardoor ze meteen super gehydrateerd zijn. En waardoor je 4 uur lang niet meer je handen hoeft in te smeren. En ik heb vaak hele droge handen. Zeker in kou. Dus deze kunnen ook wel mee. Een klein naaisetje, nog wat schuifpeltjes, elastiekjes, een tampon, want je weet maar nooit. Wat veiligheidsspelden, just in case. Paracetamol en wat pleisters, nog meer pleisters en wat staafjes. Dat is het. Ik hoop dat ik niks vergeten ben. Ik heb altijd bij mijn toilet als ineens in de nest, bij make-up als je enorm voelt dat ik iets vergeet. Want op je lijstje schrijf je natuurlijk hemdjes, sokken en weet je wel. En ja, bij toilet als schrijf ik dat nooit helemaal uit. Dus dan ben ik altijd heel erg bang dat ik iets vergeet. Maar het oogt als genoeg in ieder geval voor een beetje vakantie. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je niet te veel last hadden van het licht. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel.